Eergisteren hadden we elkaar aan de lijn. We zeiden, ja, morgen is het optreden, jongens. Ik zeg, het wordt bloedfysieke date. Ik zeg, dat gaat een warm concert worden dit. Ik zeg, zullen we niet in drie delen zwart pak staan, want we druipen de tent uit. Wist ik nog niet dat we gewoon in een koelcel hier zouden staan. Dus we hadden best nog wat. Want u, jij bent koud, hè, met je blote poten. Ik zie het. Je wordt hier niet kouder. Je ziet het gewoon niet koud. Je ziet het gewoon bij sommige vrouwen, die hebben het koud. Maar u kunt straks gewoon lekker opwarmen buiten, dat u buiten het bloed heeft. Maar hoe zie je dat dan, hoor? Ja, dat ga ik niet zeggen, want ik ben licht ordinair, maar niet bloed ordinair. Dus de oude... Oh, nu ineens niet. Verzin nou maar eens een bruggetje. Want waar je bij een vrouw, hier komt het bruggetje. Waar je bij een vrouw aan ziet dat ze koud hebben, dat is mooi. Maar het volgende liedje is ook een van de mooiste liedjes die wij zien. En het is wel een heel oud liedje ook. Nou, Remco zingt niet mee, die giet het zo lang. Maar, niet plassen. Zo'n avond. Pas maar wel, gelijk een kilo liter. Ja, zo gaat het bij ons in de kleedkamer. Kunnen we dan een camera erbij zetten? Dan hebben we het nu op tv. Nou, het volgende bruggetje komt er net. Je hebt nu een lach en ik hoop dat je die kwijtraakt. Want het volgende liedje heeft goed dat ik je kwijtraak. Oh,